Mensen, welkom bij deze horrorweek. En in deze horrorweek gaan we namelijk weer een Minecraft-map spelen. Vorige keer hebben we Pandemonium 1 gespeeld. En dit is een vervolg, ook met een speciale Rizospec. Op naar de intro. En dan gaan we gelijk naar de game. Okay, people, let's go to work. Als je dit aan het opnemen bent voor YouTube, een linkje naar de kanaal youtube.com Larry Goes Mining. Hij zou het heel erg waarderen. Nou, alsjeblieft Larry, ik heb voor jou heb ik het linkje neergezet. Pandemonium, the unknown. Dus de unknown. Dat is een beetje de, niet onzeker, maar de, geen naam zeg maar. Ik weet het even niet hoe je het kan vertalen. The unknown. We mogen geen blokken breken, net als eigenlijk vorige keer. Normale difficulty, staat dat op normaal, zeker weten. Precies dezelfde settings als de eerste. Nou, reload the sounds before playing. We gaan het gewoon doen. Ja, ik vind het goed. We gaan beginnen. Set your volume to 1 and then press important. Well, ik snap er even niks van. Het geluid is helemaal goed. Dit was daar waarschijnlijk een test. En hier gaan we door als we klaar zijn met Pandemonium 2. Het is donker. En ik hoop dat dat zo meteen gaat veranderen. Of zitten we... Ben ik dood? Ik dacht dat ik dood ging. Ik voel iets vreemds. Waar ben ik? Wat doe ik hier? Hoe kom ik in deze plek? Heel apart uit, ja. Wie ben ik? Ik weet niet wie ik ben. Ik ga een antwoord zoeken, zegt hij. Ik ben heel benieuwd. We lopen door een bos. Een heel erg verlaten bos. Ja, het ziet eruit als een bos, dus ik denk dat het een bos is. En hier staat een hele grote paal met een soort lantaarnpaal. Is het een lantaarnpaal? Ik denk het wel. Anders is het een hele rare... Nee, het is een lantaarnpaal. Duidelijk, zeker weten. En de bloemetjes groeien gewoon net als het ook hoort te bloeien. En ik hoor weer een villager. Net als in de vorige map hoorde ik het ook. Het hoort er gewoon bij. Ik zie hier een soort huis. Komen we dadelijk weer in die gekke zaal? Wat? Ik hoorde iets afgaan. Hoorde je het ook? Ik weet niet wat het was. Maar het loopt hier een soort van niet dood. Want ik kan net door dit raam. En nu komen wij binnenin. Ik zie hier dat er een TNT afgestoken kan worden daar. En wat hebben we hier? Een kist met een... Wat is het? Twee generator rooms. Het lijkt net een stukje briefpapier. Ik heb het waarschijnlijk ergens voor nodig. Oh shit. Wat hoor ik? Enge monsters. Ik vertrouw het niet. Wat is dit? Een crafting table. Heel duidelijk. We kunnen hier naar boven. We kunnen ook daar doorheen. Ik ga me gewoon eerst naar boven. Ook al komt hier wel dat enge geluid vandaan. Oh, wordt dit weer zo'n doorhoofd level? Serieus, meen je dit nou? Ik wil eerst daar kijken of ik daarin kom. Ik kan hier ook heen namelijk. Ik wil eerst die ondergrondse gebouwen even checken. Wat hoorde ik? Ik hoor weer wat afgaan. Wat is er toch elke keer van die geluiden? Hier, wat kunnen we hier vinden? Een deur is geopend, staat er. En een kist dat hier met niks erin. We hebben geen beveiliging. Geen zwaard. Geen mes. Helemaal niks. Er is wel in ieder geval een deur geopend. En welke deur is dat? Is dat misschien deze deur? Helaas, het is niet die deur. Hier staat een chest. We hebben nog een papiertje. I saw it in the mirror. Ik zag het in de spiegel. Wat zag je in de spiegel? Oh, eerste briefje. Ik zag het in de spiegel. Twee generator rooms. Dus twee generatorkamers. Oké, ik vind het goed. Ik hoor ook elke keer een tik als ik die kamer binnengaat. Heb je dat gehoord? Je hoort een tik. En ik weet niet of het ergens mee te maken heb. Oh, wat is dit? De generator. Die kunnen we aanzetten. Nou, wat dacht je dat ik die gewoon eens even keihard aan ga zetten? Oh, er bewegen allemaal van alles hier. De generator staat aan. Ik weet niet wat er nu gebeurt, maar ik hoorde wel iets... iets bewegen. Ik kan hier niet zoveel. Een kist staat hier.
helemaal niks erin. Ik dacht een secret kist. Ik heb een stuk steak. Alweer als je hier komt, ik zweer het. Ik maak je af met mijn steak. We kunnen door die deur daar. Die was eerst was die dicht en nu is die open. Rennen, Vincent, rennen. Want er zit wat achterna. Wat zit achterna? Er zit niks achter me na. Er zit niks. Ik ben nu weer bij een nieuw stuk. Oh wee als ze komen. Ik heb een stuk steek in mijn hand. Ik zweer het. Zo'n keiharde bitchlap met zo'n stuk cobblestone. Waarom zou ik een stuk cobblestone krijgen? Willen ze dat ik iets ga bouwen? Moet ik hier een jump map voltooien? Misschien moet ik daar wel op gaan, hè? Nee, dat haal ik nooit. Help me mee, jongens. Waar zien wij? Ik ga het gewoon proberen. Nee, het lukt niet. Ik denk niet dat ik daar... waar zou ik dan naartoe moeten? Gewoon nergens heen. Ik kan nergens heen. Op die crafting table dat ik ze dat cobblestone blokje moet pakken. En die stick. Dus dat gaan we gewoon vanaf het begin doen. Dat maakt een lever. En die lever hebben we nodig voor dit. Dat was de truc. Nachten. Het gaat ontploffen. Huppakee. Dat was de truc. Wat? Ik wist dat niet. Sorry. We komen buiten. In het bos. Want in het bos zijn de wilde dieren. In het bos. Holy crap. Ik voel me niet zo goed, zeg ik. Ik ben voor 5 uur aan het lopen en... Ik heb nog niks gevonden. En niks gezien. Hoe kom ik eigenlijk in deze plek terecht? Ik voel me echt niet goed. Oh shit. Oh, dit is echt zo creepy. Oh, wauw. Ik voel me echt niet goed, maar wat is dit? Ik heb nog helemaal geen jumpscares gekregen in de map. Wat nogal een beetje verbazend is. Pandemonium was natuurlijk wel echt een horror map, maar het hoeft niet altijd jumpscares te bevatten natuurlijk, hè? Dat snap je. Ik volg maar gewoon de lantaarnpaaltjes in dit hele aparte bos. Dat is denk ik het beste. We gaan erover rennen. En deze lantaarnpaal is gesneuveld. En die ook. En daar ook. Het zijn allemaal paaltjes. We hebben wel de pagina's. We hebben 5 pagina's. En waar komen we uit? Wat is dat allemaal? Een gebouw? Een heel groot gebouw? En een soort van... autosnelweg hier? En ik denk dat we alleen dit gebouw in kunnen. Is het dan deel 3 of wordt het nog bij het level? Wauw. We gaan kijken. We kunnen de deur wel openen. Maar we kunnen niet meer terug waarschijnlijk als we binnen zijn. We gaan gewoon de gok wagen. Naar binnen. Oké, dit was de hel. Welkom in de nieuwe hel. En ik zie allemaal dozen alsof het een loods is hier. Dag meneer loods. Wat hebben we hier achter? Een kist. Daar zit een roomsleutel. Een sleutel in voor room nummer 173. Wat is hier gebeurd? Allemaal paintings op de grond? Ik vertrouw het niet. We hebben wel een roomkey. Oh shit jongens, ik vertrouw dit stuk helemaal niet. Maar dit is room 173 en daar hebben we een sleutel voor. Ik ga hem gebruiken en we gaan kijken wat hier te vinden is. Een kist met een diary. En we krijgen nog allemaal nieuwe spulletjes en een secret deur. Misschien is dat al, hoort het bij het level? Wat is dit? Een geheime kamer. Met een code. 2A. A317, 11, 7. Ik open ze gewoon allemaal. Ik weet niet wat het doet. Oh shit, de deur gaat open. Wat stond er in het dagboek? Ik vind deze plek maar helemaal niks. I feel like they aren't telling us the truth. Ik denk niet dat ze ons de waarheid gaan vertellen. Ik heb hele rare geluiden gehoord uit de basement. Zitten wij niet in de basement nu? Central Data Chamber. Ik heb ook helemaal niks. Ik heb wel eten, maar ik heb gewoon geen idee wat we hier kunnen doen. Ik heb een lever gevonden. Wat staat er? Central Chamber. Een Central Data Chamber key. Nou, dit is de Data Chamber. Dus hier gaan we in. Zo, even met tv okayen. Af en toe moet dat. We zitten hier in Data Center. En wat is dit voor... Oh, jongens. Niet dit doen. Laat me niet schrikken. Niet zo.
Er is iets ingestort. Ik hoor iets in de fik. Moeten we hier niet met die schaar iets in... Moeten we hier een gat in maken? Zit hier niks in de vloer? Tot het hier kraakte. Ik weet niet of we hier naar beneden kunnen. Oh, was dit de bedoeling? Het ziet er naar uit dat we hier wel naar heen kunnen. Een vuur? Ik denk dat dit gewoon de bedoeling was. Wij moesten dan de vloer slopen. Omdat je dat gekraak hoort natuurlijk. Het gekraak van de vloer. Ja, het moet wel. Oh. Oké, die deur gaat automatisch open. Dat is heel creepy. Hallo! Kom met me vechten. Kom dan. Kom dan. Ik hoor wat. Er ging wat open hier. Wat ging er open? Holy shit. Je probeert zeg maar te komen. Je ziet dat het dicht is. En dan komt er een monster op je af. En daardoor dan ga je dood. En dat is het einde van de map. Dus dan doe je slash kill. En als we dood zijn, komen we ergens terecht. Ik weet niet. Ik weet niet waar we terecht komen, maar... Wow, wat is dit? Ik pak deze dingen maar even op. Ik weet niet waar we nu zijn. Het is heel donker. Het flitst af en toe. Ik maak hier de lever. Waar is die stick? Heb ik die niet opgepakt? En een stick zit hierin. Die hadden we nodig. Die stick om die lever te maken. Plaats die zo, dat we hier de lever hebben, die plaatsen we. Oh shit. Oh. Ik denk dat dit hem was, alleen jammer van de monsters die niet spawnen. Maar dat... Dat is wel een hele toffe map vond ik zelf. Dat is wel echt een beetje spooky. En ik vind dat ze best wel vet hebben gedaan. Alleen jammer van de monsters. The end. Ik hoop dat jullie het wel een hele leuke video vonden. En geef vooral een groen duimpje. Vooral voor deze map. Want dat was best wel heel gaaf. En tot de volgende keer. Doei doeg!